jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag hebben jullie wat Black Ops 1 gameplay. En vandaag is het op Hangar 18. En voor de mensen die Black Ops 1 hebben gespeeld en deze map niet kennen, dit is dus een DLC map. Deze heb je moeten kopen. En ik speel met de AK-47. En ik ga even iedereen muten, dat is wel heel handig. Oh shit, ik moet wel snel doorlopen. Want hier heb je echt zo'n plek waar iedereen echt face-to-face. Oh shit, nee, valt op voor snipers trouwens. Oh shit. Nou valt het wel mee. Het is ooit wel eens erg geweest dat je echt hier gewoon bijna 6 tegen 6 gewoon tegenover elkaar stond. En nee, niet met jouw ding. Dat is best irritant. We gaan ze even in last stand of final stand of hoe heet dat hier. In ieder geval, dan hebben ze een pistooltje. Dan hebben ze nog heel snel dood. Dat is het probleem in het spel. Die pistools zijn best wel sterk. Maar ja, Black Ops 1. Jullie zullen misschien wel denken, waarom Black Ops 1? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Ik word gewoon enorm chagrijnig van Black Ops, van Call of the Ghost. Dus ik dacht van, weet je wat, ik ga weer een keertje een van die goede oude Call of Duty spelen. En dit was een van mijn favoriete Call of Duty's. Samen met Call of Duty 4 en 5. Dat waren echt de beste. Maar deze was gewoon heel goed gebalanceerd. En dat komt omdat er eigenlijk helemaal, ten eerste helemaal geen onzin in zat. En het enige, er zijn twee punten die ik irritant vind. En één ding is iets wat we wel hadden kunnen patchen. Of hadden kunnen aanpassen. En de andere is gewoon een beetje een soort van luxe probleem. Want het eerste bedoel is, de explosieven zijn hier enorm sterk. Dus mensen zijn nogal geneigd om met noobtubes rond te rennen. En granaten te gooien en al die onzin. Dat is best irritant. Het tweede is dat er geen stalker is. En dat is ja, niet echt een probleem voor mij wel. Want ik ben het een beetje gewend. Maar ja, ik bedoel, als ik dit had gespeeld en ik was stalker niet gewend. Dan was er geen probleem. Dus dat zijn eigenlijk de enige twee probleempjes die ik met dit spel heb. En wow, die mensen gaan echt niet dood. Zo, nou. En dan hebben ze het erover in Call of the Ghost is nou een nieuwe game mode dat je meer health hebt. Nou, moet je hier eens gaan spelen. Hier heb je pas health. Dat is wel een heel verschil. In ieder geval, ik vind het echt een fantastisch spel. Ik sta nu 6-0. Het is een spel wat je gewoon heel relaxed kan gaan spelen, weet je wel. En dan ga je af. Yo, erg man. Maar het is niet zoals in Call of the Ghost dat 99% van de tijd onzin is. En daar zit een enemy, ik kan niks zien daar. Ik heb soms echt het idee dat ik mijn ogen moet laten controleren. Alleen dat heb ik ooit gedaan en er is niks met mijn ogen mis. Dus dat is het probleem. Oké, waar zitten ze? Oh, daar komen ze aan. Hé, ik heb granaten. Dat is zo chill, hè. Je pakt je constant al die shit op met scavenger. Dus je pakt heel de granaten op, heel de tijd stuns en zo. Kom door, loop door, loop door, loop door. Als het goed is, heb ik daar ook mijn... Oh, nee, niet goed, niet goed. Oh, goed zo. Niet goed, niet goed. Oh, goed zo. Beetje raar, hè. Ja, hij kwam me af en ik wist dat ik nog één kill moest. Ik denk, oh shit. Maar het liep goed af. Maar je merkt er ook wel, je hebt hier veel meer recoil van je wapens. In Modern Warfare is dat altijd heel weinig, gelijk net speelgoedpistooltjes. En daar is niks mis mee, alleen je merkt gewoon een duidelijk verschil. Je kunt heel goed zien welke game van welke makers zijn. En hij loopt onder mij door. Nou is het eigenlijk de vraag, hoe ga ik hem killen? Want dat is natuurlijk geen twijfel over mogelijk. We gaan die vent killen en dat moet... Nee! Ah, jezus. Ik heb mijn sensitivity iets te hoog gezet, omdat ik anders niet kan aimen, zeg, omdat het geen stalker is. Maar dan staat hij misschien iets te hoog. Hij loopt over mij heen. Ik wil gewoon... Oh shit, daar loopt ook heen. Oh, dammit. Kom terug, rat. Oké, ah, hij lag in les 10. Hier nog iemand? Easy kill, kom om de hoek. Oké, hij komt niet. Ik deed die mensen in de challenge, ik weet dat ik hem bij één kill moet. En er zit er één achter mij. En die heb ik, mooi. Ik heb al mijn streakers binnen, dat is leuk spelen zo, hè. Dat is het leukste, hè. Gewoon easy kills krijgen. En daarom is dit spel gewoon chill. Want de meeste mensen die je eigenlijk killen in een gewone match, of in ieder geval in mijn geval, dat is eigenlijk bijna altijd bullshit. En geef ik heel eerlijk toe, er zijn natuurlijk mensen die gewoon goede momenten, goede spelers, die heb je ook erbij. Maar over het algemeen zijn het gewoon slechte mensen en die hebben gewoon allemaal van die gierige dingen. En dat is gewoon een feit. Ik kan maar niet wijzen waar dat niet zo is. Vooral ook met de sniper. Hier is de sniper echt moeilijk, joh. Hier zul jij niet snel gesniped worden door een of andere wannabe face trickshot kind. Want dat lukt bijna niet in dit spel. Dat is het leukste. Niemand die zal jij op zo'n manier killen, of bijna niemand. En even wachten, UV. Oh, geef je aan, daar zit iemand. Of zit hij onder? Oh, hij is dood. Ik zal zo meteen mijn streaks maar eens in gaan inkallen. Maar ik wil alleen niet dat die enemies gaan leave als ik dat doe. En weet je wat, ik ga ze toch maar even inkallen, anders vergeet ik ze dadelijk. Dat zou heel stom zijn, hè, al je dikke streaks vergeten. 16-0. En nou geloof ik het ook wel. Vroeger, toen had ik echt van die 100+ gameplays. Maar als ik dit ook zo speel, dan is het ook niet zo gek. Toen speelde ik sowieso al beter dan dat ik nou doe. Dat is zonder twijfel. En dit spel is gewoon super chill. Super, super chill. Oei, ze hebben ik wou zeggen C. Staan we voor mijn punt of niet? Dat kan je niet eens zien trouwens als je in zo'n ding zit. Dat is wel een beetje jammer. Oké. Had ik er 2 of 3? Oh shit, dan lopen er meer. Dit vliegt wel moeilijk, ik zweer het je. Dit moet je echt helemaal zelf besturen. In Ghost hoef je dat niet te besturen. Dat is wel makkelijk dat je het niet hoeft te besturen. Maar het werkt ook voor geen meter, zeg maar.
dit werkt goed, alleen je moet er even van wennen, want het is toch wel iets heel anders dan je gewend bent. Het is net geen Battlefield. In Battlefield vliegen, dat is pas een kunst. Oh shit. Ah, ik kan die mensen bijna niet hitten. Dat is echt mijn probleem. Mijn lack of skill. Jezus. Dit is echt moeilijk, maat. Is hij bijna weg? Oh, wacht. Iemand heeft een orbital. Zie ik. Nee, hij had mijn kills. Iemand heeft een minigun ook nog. Oh nee, dat is geen minigun. Dat is een grenade launcher. Oké, we hebben nog eens paar streaks. Maar eerst even kijken. Deze mensen kan killen. Kom dan. Hoppakee. Wat probeer jij te doen? Probeer te knife of zo. Zou best kunnen. Ze lieven gelukkig niet allemaal. Dat vind ik enorm fijn. Alleen iemand heeft een attack gate. Oh nee, dat was mijn eigen chopper. Oké, goed zo. Ah, er zit iemand op B. Ik kan naar B lopen. Nou, in ieder geval 16-0. Mooi. We blijven gewoon doorgaan. Er is gewoon geen einde, jongen. Ik ben niet te stoppen. Nee, maar dit is wel chill. Dit ding vind ik fijner. Want hier hoef je echt alleen maar te focussen op te schieten. En ze staan langs mij. Die enemies staan echt... Nee, ik kan niet omhoog. Die enemies staan echt langs mij. Ik krijg helemaal geen hit. Lol. Oké, dat is een beetje jammer. Oh shit. Nou kunnen we kills gaan maken. Nou vliegen we recht boven een spawn. Dit is echt sick, man. Check mijn beeld trillen, man. Dit is echt bruut, man. Hier weet je tenminste dat je echt een dikke minigun schiet. Want dit ziet er gewoon echt super bruut uit. Oké. Die kan gelukkig niet uitgeschoten worden. Net zoals in Ghost heb je toch zo'n sniper, recon sniper of zoiets. Die kun je dan vanuit zo'n heli kun je ook snipen. Maar dan kun je uitgeschoten worden. Hier gelukkig niet. En volgens mij heeft iemand van ons team dogs. Nou, dan is het helemaal ellende voor hun. Want ik schiet ze neer als ze buiten komen. Nou ja, probeer ik. En die honden die bijten ze kapot als ze binnen zitten. Oh, ik heb 2 bar. Dat is niet zo gunstig. Nou, 3 bar. Volgens mij... Oh, wacht. Er stonden nog achter ook. Oh mijn god. Serieus? Oh, fuck. Enemies. Is die kerel geliefd? Er stond iemand. 100% daar. Ik zat op hem geaimd. En toen kwam ineens eentje recht voor mijn neus langslopen. Ik wil eigenlijk wel flawless eindigen. En flawless, voor de mensen die niet weten wat dat is dus zonder dead. Dus zonder dood te gaan. En... Ah, damn it. Ik kan hem nog hitten. Ah, assist. Nou, 34-0. Ik wil 40-0. En als ik daar 40-0 heb, wil ik 50-0. En als ik 50-0 heb, ook gesnijd. Nee, ik word waarschijnlijk nauw gesnijd, want dit is geen goede spot om te staan. Ik weet ook helemaal niet waar ik heen schiet. Even serieus. Gewoon met mijn wapen zoveel op neergaan. Omdat het zoveel recoil is. Zie je soms helemaal niet waar je heen schiet. En... Nee, ik schiet maar gewoon al eerder. Ik zit gewoon te sprayen. En ik lag een beetje. Dat merk ik nou wel. Dat begint nou een beetje te laggen. Laggen. We gaan even naar B toe. Daar zijn ook nog de mensen. En zo te zien staan we nou voor. Dus nou mogen ze van mij bij B hebben. Dan duurt het potje weer langer. Nee, oh shit. Nee. Oh crap. Oh, ik ging bijna dood door mijn pistooltje. In Last Stand. Ja, dat zie je soms echt over het hoofd. Omdat je dat niet gewend bent. En FAMAS, ook altijd handig. Staan achter mij ineens. Oh, die dingen te silencen. Dat is ook wel gunstig. Persoonlijk had ik hem al met extended max. Maar ik had bijna alle wapens met extended max. Omdat ik gewoon altijd heel veel enemies tegenkwam. Dus... Ik speelde echt heel agressief in dit spel. Dat deed ik echt. En ik had ook een hoog KD. Een KD van 3.80 of zo. Bijna 3.90 of zo. Iets in die richting volgens mij. Ik weet niet hoe hoog hij nou is. Voor mij is hij nou nog iets van 3.70 of zo. Straks even kijken. In ieder geval. Oh shit. Met dit soort potjes zouden we harder gaan. En dood in mijn rug. Ja, je kunt niks doen. 91-1. Helaas dood in mijn rug. Dat het dan nog geen gewone dead was. Hè. Dat je dan niet gewoon van voren gekild wordt. Is een beetje jammer. Maar dan kan ik tenminste mijn streaks overnieuw halen. Dus met een beetje geluk. Nee, ik kon niet nog een keer dood. Er is geen stalker, dus ik kan niet even om de hoek komen. Hij wist dat wel, want hij staat schietend om de hoek te komen. Ah, dat is oneerlijk. Ik begin echt te laggen, merk ik. Iedere keer 2 bar. En dan weer 3 bar. Ah, ik weet zelfs nog 1 potje, dat was op Nuketown. Had ik 174 kills. Dat was echt sick. En ik heb die op YouTube staan. Dus volgens mij staat hij er zelfs nog steeds op. Is geen commentary, is met muziek. Eigenlijk zou ik die gameplay terug moeten halen. En nog een commentary over moeten doen. Want die was echt, dat was echt een vette gameplay. Ik was heel veel dood, maar ik speelde super agressief. En al die kills natuurlijk. Waar zijn de enemies? Ze gaan allemaal naar C toe. Dat is niet gunstig. Zit die onder mij? Komen ze naar binnen of niet? Oh jongen. Ik moet echt iets aan mijn connectie doen. Maar het probleem is... Ik dacht eerst dat het aan mijn internet lag. Ja, daar zal het ook wel gedeeltelijk. Maar het probleem is dat ik op de PlayStation 4 wel gewoon... open nat type heb en 4 bar, zeg maar. Dus op de PlayStation 3 is het allemaal gewoon slechter, ik weet niet. Dus, misschien moet ik even kijken of ik wat dingen verkeerd heb ingesteld. Ligt er in de last stand? Nou, die laten we liggen.
Nee, ah, waarom ga ik nou dit al dood? Ik ga nou 20 keer op rij dood. Even focus aan, jongens. Even focus. Oh shit, ze staan hier. Nee, dan lopen ze weer hier naartoe. Ja, met... Oké, okay, alsjeblieft, dubbel kill op B met de Semtex. 1 kill, nou ja. Helaas, dan schieten we ze wel gewoon zelf af als het zo moet, hè. Als het zo moet, doen we het zelf. Eentje boven mij. Als het goed is, kan je ze ook naar binnen. Cheers. Hey, oh, ik kon het zeggen. Hij had mijn kill toch niet, hè. Goed zo. Hij had hem niet. En... Oh shit. Wapen. Ik moet echt een Galil nemen. Dit is tenminste een makkelijk wapen om mee te schieten. Dit is een van de makkelijkste wapens. Iedereen had dat ding altijd. Alleen ik had er altijd. Ik zei de Max op Paris Sanse. Ik kan me niet herinneren dat dit wapen zo moeilijk nog schoot. Gewoon omdat ik niet gewend ben aan. Aan die recoil van Ghost. Of ja, door Ghost moet ik eigenlijk zeggen. Want het is de recoil. Ga aan de kant. Het is de recoil van dit spel. Maar we zijn gewoon aan het verliezen. Serieus, mensen! Zal ik nu even proberen nog een vlaggetje te cappen? Ja, dat heeft geen zin meer. Dat heeft geen zin meer, jongens. Geen zin meer. En is er boven mij, onder mij. Ah, jammer. 48-4. Ik kwam eigenlijk nog 50-4. Het leek in het begin echt veelbelovend te zijn. Helaas nog niet eens 50 kills kunnen halen. Maar 48-4 is toch een score waarbij ik op Ghost toch wel blij zou zijn op het moment. Omdat ik gewoon enorm slecht speel en enorm chagrijnig ben van het spel. Dus in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En ja, misschien zie ik jullie de volgende keer weer. Dus tot de volgende keer weer. Houden we. Kan dat niet eens. Ik ben level welk level? Level 6. Als het goed is, kun je dat wel hoor. Ik ben 73. Nou, ik probeerde dat de vorige keer. Ik kan het nauwelijks. Maar ja, ik probeer gewoon geen politieacht maar aan. Ik ga niet volgens de rekening. Waar ga je heen? Ik kijk achterom. Maar... Ik kan pas in 4 minuten kan ik die opnieuw doen. Oké. Fuck yeah! Niet handig van zo dichtbij, maar ik schiet gewoon. Ik heb scheid. Ik ben heel weak. Ik zag er een enemy in de overkant. Ik wacht even om health regenerate. Daar lag er nog eentje. Ik weet even, is hij dood? Hij is volgens mij al dood. Op de UV te zien, zie ik niks meer. Dus ik moet weten waar die kerel is. Die team is van mij. Waar is hij heen gevlucht?